Nog twee gymleaders te gaan. We moeten eerst naar Rhyme. En dan de allermoeilijkste, Tulip in Alphornada. Ik ben heel erg benieuwd of we dat gaan halen. Yo, Nintendo fans. Welkom bij weer een gloednieuwe video. Ik loop nu naar de gym van Rhyme, de Ghost-type gymleader. Die we voor de tweede keer moeten gaan uitdagen. Want het grootste Pokémon-toernooi ooit zit eraan te komen. Maar daarvoor moeten we alle gymleaders nog even een keer gaan testen. Dit is Rhyme. En ze zegt, ah, als dat niet mijn kleine challenger Rikachu is, waarom ben je hier, baby? Ben je nu eindelijk klaar voor je rap battle? Gaan we weer een rap battle doen? Nee, ik ben hier voor de gym inspectie, Rhyme. En Rhyme zegt, wat? Wacht, vertel je me nou dat La Primera jou heeft gestuurd om mijn gym te checken? Dus in plaats van haar krijg ik jou? Ze heeft een rookie kampioen hier naartoe gestuurd in plaats van haarzelf. Weet ze wel wie ik ben? Zij is echt heel arrogant. Wat? Nee, waarom schud je nee? Ze zegt, oh sorry, ik wond me een beetje op. Maakt niks uit. Nou ja, ik wilde je toch al een keertje weer zien. Dus dit is het lot. Als we dit gaan doen, gaan we dit doen? Ben je klaar om je Pokémon te laten zien? Ja, helemaal. Ik ben helemaal klaar voor deze battle, Rhyme. Let's go! Ik ben heel benieuwd of dit weer duo battle wordt, net als de eerste. Voor Rhyme voelde het net als gisteren dat ik hier was voor de gym test. Nu zijn we al kampioen. Ben je er klaar voor, Rhyme? Ja, oh, ze gaat weer. Daar gaat ze weer. Oh, oh, oh. Dit rijmt allemaal niet. Dit rijmt allemaal niet. Oh, dit wel. Oké, ja, sikke beat wel. Sikke beat. Let's go. Ben je daar weer met je super microfoon? Ik kom nog harder dan een cycloon. Ik kom met King Gambit en in Nihilape. En met deze twee Pokémon heb ik jou in mijn greep. Mimikyu begint met Play Rough. Maar ik kom nog harder dan een hond Woefwaf. Mimikyu's disguise die is nu lekker weg. Banette die verdwijnt en dat is voor mij veel pech. Ik moet je eerlijk zeggen, Rhyme doet het goed. En ik wil je ook zeggen, dat is niet hoe het moet. Daar komt Mimikyu weer. Dit doet pijn. King Gambit hoort de MVP te zijn. Dit is niet fijn. Oh, wat? Wat gebeurt er allemaal? Even serieus. Even serieus. Nu moeten jullie stoppen. Hop, oh, Kim Mimikyu leeft nog gewoon. Wie was de snelste? Ja, Mimikyu is de snelste. Die is mij aan het kapotmaken. Ik moet me even focussen op deze battle in plaats van op mijn rhymes. Hoppakee, daar gaat Banette. Oké, die is weg. Ben ik nou een keer sneller dan Mimikyu? Daar gaat King Gambit weer, jongens. Wat is dat toch? Ik bedoel, Nihilape is weg. Wat? Ik ben helemaal in de war. Ik ben helemaal in de war. Mimikyu ook wegwezen nou. Klaar mee. Oké, het staat 2-1 voor mij. Ik gooi Sea Titan erin. Let's go. Op een of andere manier maken deze gymleaders mij toch veel te moeilijk. En Houndstone en Spiritomb. Oké, Ice Spinner op Spiritomb. Die overleeft dat. Dan nu Play Rough door Houndstone. Die sloopt mijn King Gambit niet. King Gambit gaat nu ook voor Spiritomb. Kijk, dat is lekker. Spiritomb is weg. Het staat 3-1 voor mij. Lekker. Ah, Rhyme heeft nog een Pokémon Toxtricity. Ik ga even een Hyper Potion gooien hoor. King Gambit moet het een keer gaan overleven. Oh ja. Toxtricity wordt een ghost-type Pokémon. Past er wel goed bij die mooie paarse kleur van hem. Ja, het staat je wel goed, Toxtricity. Staat je goed. Ik ga je niet super effectief aanvallen. Toxtricity gaat voor Overdrive. Die raakt ons allebei. Houndstone gaat voor Phantom Force. En die is er ook weer verdwenen. Ik denk dat ik Toxtricity wel kan slopen. Als het goed is. Gaat dit lukken? Ja. Zijn hoofd. Dat zag er wel lullig uit. Oké, Phantom Force op mijn Sea Titan. Doet niet zo fijn en niet zoveel pijn. Ik vind dat best een vette Pokémon, man, die Houndstone. Maar is die sterk? Zo te zien, valt die een beetje tegen. Vind ik wel jammer, want het is wel een leuke Pokémon. Althans, leuk is misschien niet het goede woord. Maar wel een vette Pokémon. Hoppakee, Rhyme is down. Ik had niet verwacht dat je me zo hard kapot zou maken. Sorry dat ik je een rookie noemde. Ik hoop dat we oké zijn. Ik wilde gewoon laten zien hoe krachtig Ghost-type Pokémon zijn aan Gita. Maar ik heb me weer laten meeslepen. Vanaf vandaag heeft Rhyme je rug. Ja, vet. Oké, nu zijn we dikke matties, hè, Rhyme. Ja, dat is goed. Maar nu de echte test. We zijn in Alphornada. En bij deze gym ging het de vorige keer echt bijna mis. Want dit team maakt mijn team echt kapot. Ik ben een beetje bang als ik heel eerlijk ben. Psychic-type Pokémon. Oh jongens, dan gaan we weer. Hallo Tulip. Ze zeggen, oh daar ben je, Pikachu. Dat is lang geleden. Je bent nog knapper geworden. Oké, nou dankjewel.
Dat is echt heel aardig. Dus je bent hier in de plaats van Gita. Tussen jou en mij, ik ben niet haar grootste fan. Want haar aula overlapt te veel met mijn eigen stijl. Dus het is maar beter dat ze iemand anders heeft gestuurd. Met jou heb ik het gevoel dat ik alles in deze battle kan stoppen. Ben je klaar om de echte schoonheid te gaan najagen? Jawel, Tulip. Ja, Tulip was voor mij altijd de moeilijkste gymleader dus. Maar wie vond jij de beste gymleader? Laat het weten in de reacties. Dit is gewoon echt serieus een gymleader waar ik bang voor ben. Laten we maar gewoon gaan doen. Ik heb nou King Gambit bij me. Misschien is dat degene die deze battle moet gaan carryen. Tulip! Begin met Fire Giraffe. Hopelijk heeft hij geen fighting moves. Dan ben ik zo de Shaak. Ik wil eigenlijk eerst even lekker flink Iron Defense gaan doen. Zodat ik een klappie kan opvangen. Maar ja, waarschijnlijk gaat ze met allemaal psychic moves werken. Dus dat heeft niet zoveel zin, denk ik. Nou ja, laten we dan maar gewoon gaan aanvallen. Kowtow Cleave. Ze zijn beter beschermd tegen physical attacks. Crunch. Oké, dat is top. Dat betekent dat ik nog wat Iron Defenses kan gaan doen misschien. Als die gewoon doorgaat met crunchen, dan ben ik eigenlijk wel blij. Ja, kijk, nog een keer crunch. Kijk, dit is super chill. Oh, daar gaat mijn defense wel weer van naar beneden. Maar mijn attack gaat daardoor wel omhoog. Oh, dit zou best wel een kip carry kunnen worden. Van King Gambit. Die zou mij echt kunnen gaan carryen. Zonder kip, maar vind ik gewoon leuk om te zeggen. Iron Head. Doet mij ook niet zoveel pijn. Dit is top, jongens. Dit is top. Ik ben perfect verdedigd. Tot ik straks echt een hele harde special move op mijn bakkes krijg. Oké, crunch. Reflect is inmiddels weg. Bij de tegenstander. Dat is tijd voor nog een Kowtow Cleave. En dan hebben we Fairy Giraffe verslagen. Dat is één down. Zonder al te veel problemen. Dit is lekker. Zo gaat hij goed. Lekker, King Gambit. We moeten nu tegen Galeed. En we gaan gewoon door. Daar is hij. Ik was alleen even vergeten dat Kowtow Cleave niet per se super effective is. Dit was niet zo slim, denk ik. Ik had moeten wisselen hier zo. Ik had al gelijk Kylo Watrol, denk ik, in moeten zetten hier. Close combat. Ja, raakt me wel. It's not very effective. Goed dat ik gewisseld ben. Want die had super effective geweest natuurlijk op King Gambit. Oké, nu ga ik voor dual wingbeat. Die is super effective. En die sloopt Galeed in één keer. Kijk, oké. Woe, net op tijd gewisseld. Net op tijd. Tegen wie moeten we nu? Wel op blijven letten, Rick. Tegen Gardevoir. Dan zouden we weer terug kunnen switchen naar King Gambit. Let's go. Ik had eventueel ook Klotzaaier kunnen gaan gebruiken natuurlijk. Voor poison type moves. Maar steel type moves zijn ook super effective. Ik was hier al bang voor dat Gardevoir Mystical Fire had. Ik weet niet. Ik had zo'n voorgevoel. Ik dacht al, er zal best wel een trucje zijn. Dat ze steel types kan counteren. Anyway, Gardevoir is ook down. Jammer dat we die damage hebben gepakt. Espatra. Oké. Ik ga niet wisselen. We blijven hierbij. Onze gekke struisvogel. Is het weer tijd voor Kowtow Cleave? Ik krijg een Dazzling Gleam op mijn hoofd. Dat kan ik hebben. Wat een ziek idee. Oh, dit gaat wel stukken beter dan de vorige keer, jongens. Ik ben blij. Oké, dan. Nu Floorgas. En dat is denk ik de laatste. Zullen we het gewoon gaan proberen met King Gambit? Ze is shook. Not in a good way. Hallo Floorgas. En dan gaan we weer voor Kowtow Cleave. Want deze wordt sowieso geterrestrialized. Ah, Floorgas is sneller. Ik had het zo graag gedaan. Terwijl King Gambit het zou overleven. Maar nu ben ik wel een beetje bang, jongens. Ik ben een beetje bang. Dat zei toch. Mijn King Gambit gaat uitschakelen met haar Floorgas. Maar daarna heb ik nog 5 Pokémon over. Dus het moet wel lukken. Oei, Moonblast. Ja, Moonblast is helaas genoeg. Ik ga gewoon voor Sea Titan. 356 HP. Die moet wel wat klapjes kunnen opvangen. Ice Spinner. Sea Titan is ook gewoon kapot snel. Dat verbaast me elke keer wel. Ook Sea Titan krijgt een Moonblast op zijn hoofd. Moonblast is wel echt een goede move. Daar moet je geen grappen mee maken. Ik denk dat ze het gaat overleven nu. Floorgas? Nee, Floorgas overleeft het niet. En dan is het gewoon klaar. En hebben we ook deze laatste gymleader getest. We hebben de taak van Gita erop zitten. En dan is het toch gewoon gelukt, Hiro. En daar gaat mijn telefoontje. Hallo, spreek ik met kampioen Rick? Zegt de stem. Dit is Gita. Hoe gaat je inspectie van de gyms? Ik heb ze allemaal gedaan. Alle gymleaders waren heel blij dat ze jou konden battelen. Nu wil ik graag een inspectierapport van jou. Kom naar de academie. In de hal. Daar wacht ik op je. Oké, ik ben er. Gita. Hallo, hallo. Hallo, kampioen Rikachu, zegt Gita.
Nou, wat denk je? Vind je dit een mooie hal? Vind je het leuk om met boeken omringd te zijn? Ja, ja, ik vind het geweldig. Ik vind het geweldig, Kita. Dat vindt ze leuk om te horen, want ze heeft het zelf een aantal jaar geleden gerenoveerd. En zij heeft het design verzonnen. Maar belangrijker, ik wil graag horen hoe het ging tegen de gymleaders. En deze locatie is misschien een beetje te publiekelijk. Weet je een plek waar we dit stil kunnen... waar we het stil over kunnen hebben? Oh, we gaan even naar mijn kamer. Oké. Okay. Leuke kamer, hè, Kita? Ja, dat is mijn bed. Dat klopt. Dat is mijn bureau. Gita vraagt zich af, is dit de kamer waar ik heb gestudeerd hoe ik kampioen moest worden? Ja, hier heb ik echt heel veel tijd doorbracht. Oh, wacht, nee, ik herinner me nu. Je bent eigenlijk hier pas. Misschien ga ik binnenkort wel even langs bij je familie. Ja, dat is helemaal goed, Gita. Ja. Ze wil graag mijn rapport. En ze vraagt zich af, tegen wie was het nu het makkelijkste? Ik denk dat Grisha wel het makkelijkste was. En wie was het sterkste? Ja, die geef ik dan toch aan Tulip. Het was deze keer wel wat makkelijker, maar Tulip was het moeilijkste over het algemeen. Welke heeft jou het meest problemen opgeleverd? Ja, dat was dus eigenlijk Tulip. Nou, weet je wat? Dan geef ik die aan Khufu, de Water-type gymleader. Maar de volgende is de belangrijkste vraag. Welke gymleader vond ik het leukst? Oh, moet ik nou echt gaan kiezen wie ik het leukst vond? Ja, Larry was wel cool, maar die zit ook al bij de Elite Four. Katie, man. Katie was super leuk met haar Bug-type Pokémon. Ik ga voor Katie. Ja, nou, dit waren alle vragen. Ja... Graag gedaan. We krijgen nog een bedankje. The King's Rock. Dankjewel, Gita. Dankzij jou heb ik nu een veel rustiger schema. Dus ik ga meedoen aan het toernooi. Oh, dat is vet. Oh, moet ik nog een keer tegen Gita? Dat zou vet zijn. Dat zou vet zijn. Nou, doei doei. Tot de volgende keer. Leuk dat je er was. Houdoe en bedankt. En nou denk ik dat in de volgende video tijd is om dit toernooi te gaan houden. Als je dat wil zien, knal natuurlijk de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon weer bij de volgende. Mazzel.